Goedenavond, lieve luisteraars en kijkers van Kulturu Kanchayepi. Vanavond gaan we een beetje praten over onze voorouders. En daarvoor zijn we weer bij meneer Profeet. Meneer Profeet, goedenavond. Goedenavond. Vandaag zijn we weer bij u om een beetje te praten over onze voorouders. Ja. Zo, wat is een kabra en wat is een yorka, meneer Profeet? Zo, kort antwoord daarop te geven. Denk kabra. Nanga de yorka na de smafunu di dedekba, de smafunu di gona ufesi, den dat etron kabra nanga yorka. Dus na den dede wafunu. Oké. Okay. Ja. Je hoort vaak dat de yorka een kwade geest is. Is dat zo? Zo. Fugi pikita pa aksi dat de luku lekfa libisma de makandra. Yu abibu libisma en yu abtakuru libisma. Ja. Toch? If a libisma dati, wambu libisma ko las libi, a yorka dati e de automatis wambu yorka. Makutak if asma dat bendu soso takuru zani di abende na e libi, a ete asma dede a yorka dati trowa takuru yorka. To, en dara miki shisma kandu ogri e de kandu bum nanga wan yorka. Omdat yu abina onderscheid tussen yorka, bum nanga takuru. Oké. Is het ook zo dat elke familie een yorka of een kabra heeft? In uw familie heb je een kabra en een yorka. Omdat in uw familie heb je een dedewafing. Dus ja, ik zou zeggen, elke familie heeft dus een kabra en een yorka, ja. Oké. Okay. En hoe kan de yorka? Of ja, hoe kan je hem oproepen? Kijk, voor thee... Je kan niet van Jorka, dat je bijvoorbeeld voorouders voor ering. Dat want dat je teri den grauwanfi, die ben tena bifo, toch en de las libi. Ko dat je de bezig met een cultuur sani, en je moest doen een cultuur sani, pe je abi wan kabra van Odu, of abi wan Jorka van Odu, dat je hoor je wan oorouders voor ering. Toch, wan kabra neti of wan banya neti, zo doen. En dan, zo, tijdens singi, tijdens verschillende fosting, taki, fosting, pre, dan een cabra is zo, deze revia. Oké. En nog een vraagje, heeft de yorka ook een bakaman? In uw yorka, in uw cabra heb je een bakaman, ja. Nee, heb je een bakaman. Het is wel verschillend. Ja. Toch, na een sanso van cabra of na een sanso van yorka in waka, maar feit is, de heb je een bakaman. Oké. Ja. En wat wordt bedoeld met voorouders verering? Zo, ik zou me weten dat je voorouders verering dat je teer den graan vie. Dat je ook idee aan grani. Toch? Ja. Dat idee bezig is ook wat lusso voor een sani die de in een familie. En je abi wat to kabra van noodu. Die abi na soroto dat die. Dat zo doe dat je abi karo wat ching kabra neti. Pedin cabra e consorden serefi en gi e feit a lusso fu soan soroto. Oh, oké, vandaar dus. Ja. Oké, en is het waar dat men iemand kwaad kan doen met een yorka? Ja, dat is waar. Na l'examen met dat ik ben afgezien, want je abit mu yorka en je abit takru yorka, toch? Ja. Asili fu asma, a yorka dati, fu asma di dede, di bendu ogri, automatis a yorka dati troan takuru yorka. En nga so a yorka, if i absabi nga koni fu kasho a yorka fu godu ogri go moro fara, dank a de matlo fu dweya, nga so a yorka ya. En mene profet, what is an profe yorka? Okay. Aki, je hebt verschillende menings over een profe yorka. Omdat zoals maar het aki profe yorka na de yorka die no dopu. Volgens mij leri profe yorka na efeite den grawa fu unu di mopo na ding rekondre di opo wan bere. Ja. Ik zal het even in het Nederlands vertalen. De mensen die vanuit Afrika zijn gekomen, die efeite een stam hebben dus een opgericht. Ik zou zeggen, de voorouders van ons, die dus eerst bijvoorbeeld van Abuan Rutu, toch? Ja.
Maar in die wel roto heb je een begin. En dat begin kan je beginnen na de sma die bij op na roto dat die. De sma dat die na de profeet. Daar praten we over een hoge rang van de cabras. Profeet na moro je rang voor de wel voor nu. Oké. En kan iemand in de familie wel in trans raken door een profeet orka? Dat kan mogelijk zijn. Dat kan mogelijk zijn, maar het gebeurt niet vaak. Toch? Omdat San, nou een heel asan apistorie, dan nou een lange geschiedenis. Yo, abif gosuko echt diepie, want je rek maar, na vanaf seravuting, des ma dip mopa Afrikaan. Kojaso, die stichten van Beri. Toch? Mm-hmm. Dus dan heb je gewoon zo'n goed diepje. Maar het kan best wel mogelijk zijn, ja. Oké. Okay. Dus het is ook mogelijk. Het is mogelijk. Ik kan niet dat je een profeet kan barken op een sma voor in feite Kojaan's roto. Maar ook toen heeft zo'n profeet nog zo'n reserve. Ik kan zeggen, maar van de camera kan ook toe van Beri. Dat ik nog naar dat roto denk, ik praat dan nu zo naar Beri, naar haar familie. Ja. Ja. Oké. Okay. En wat wordt bedoeld met een cabaraneti? Zo. Cabaraneti is meer de voorouders-verering. Ja. Daarbij heb je verschillende pre, je hebt verschillende tori, toch? Met bedoeld heb je een story, de tori die bij Sana Bifo. Ja. Je hebt in feite, in ieder geval de zingen, je hebt een eigen achtergrond, de eigen tori. En dat wordt meer bedoeld met een voorouders-verering. Dat wil zeggen, je gaat dus de geesten, degene die ons voor zijn gegaan, ga je dus in feite de grani geven. Toch? Ja. Voor de consort, de srevi, en voor de comprati, in feite, de sabina na unulek de jongwa, de tanabaka. Oké. Okay. Ja. En wat gaat allemaal op die tafel tijdens de cabranetti? Zo. Tijdens een cabranetti, je hebt een voornaamste zand in een batradram. Je hebt koffie, cacao, je hebt blakke thee, je hebt merkie, je hebt pap, een soort, verschillende soorten papa. Je hebt buskutu, je hebt asogri, je hebt sucreti, je hebt noem maar op. Toch? De zand die u besabit dat de voorouders voelen bij lobina, piste dat die, de zand dat we portapata van. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dat is speciaal voor hen dus. Absoluut. Okay. En ook toe, te ipot zo'n tafra ook toe, te ipot zo'n tafra, te ipot voorouders voor ere, meestal de potatafra baka ozo je shifa de kamera, dan ga de sma, dan ga de baka maf de e gebruik de sanidenia, je shi de handsporen zo. In die verschillende sani. Toch? Okay. Dat je ziet dat hij werkelijk de cabra kom. Je sabi toch? Oké. Okay. En ook toe de kare. Zo deze refit dat deze atama familie die de dape. De ko takman tori kare die a herba a bere no ben sabi. Ja. Yeah. Toch? De lusman tori konadoro. Ta a bere e komarachte tak. O na soa sambe spelen sref af in a familie en noem maar op. O na dat na lusu. Ja. En wat zijn de klederdrachten die aangetrokken worden tijdens de cabranetti? Morofuru eide blauw-witte. Blauw-witte. Toch? Omdat eide morofuru letki yegi grani na de dedewang, dat want dat je weer een pchi low. Ja. Toch? Dat meki je weer een pchi blauw en haar witte. Of een pchi pers. Ja. Pers na ook toe een blauw. Soort toe. Oké. Okay. En wat bedoelt men met je moest wasi praten naar aan de Jorka? Wel, het is namelijk zo dat ik even maar voor ouders voor jou, mm-hmm. Maar misa kon zo meteen bakatapa actie. Oké, okay. Is goed, dat is zo.